Rosa die is, nou ja, een soort van aan het spelen. Ja, vind je hem mooi? Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag woensdag 15 november en we gaan de dag weer beginnen. Even snel Rosa op de grond gedaan, stofzuiger erdoor, de wc even een beetje schoongemaakt, extra schoon, want stortbak wordt zo meteen vervangen. Want toen de meneer van de lekkage kwam van het kraantje van de stortbak, zei hij: ja, maar je hele stortbak zit scheef. Vind je het gek dat alles gaat lekken? Hij zegt dus om problemen te voorkomen, wordt hij vervangen, wordt er een stortbak rechtop gehangen. Is dat de oplossing volgens mij. Daar gaan we nu op wachten. Hij kan tussen 10:30 en 12:30 komen. Dus dat is ook eventjes spannend wat de tijdstip gaat zijn. Rosa die is, nou ja, soort van aan het spelen. Die doet of ze heel erg moe is. Gisteren heeft ze ook best wel veel op de grond geslapen. Gisteren was ook een beetje een drukke dag. Niet gevlogd. Dus ja, dat hebben jullie al gezien natuurlijk. Gisteren dat er geen vlog was. Maar we zijn er weer, Roos. Met al het speelgoed. Ja, Roos, en niet je hoofd. Dat doet toch pijn? Ik wil ook even voor je zeggen. Je had de kluif bij Stijls neer. Oh, Stijls is weg. Die lag daar. Met de kluif voor zich. Ja, heel lief, maar dat is niet hoe het werkt. Nu gaat Stijls daar op de stoelen liggen. Ik denk dat Stijls weer een krabpaal terug wil. Denken jullie ook niet? Maar goed, we gaan de dag weer beleven. Loekie's nieuwe eten is binnengekomen. Gaat dat wat worden, denk je? Kijk eens wat erin zit. Maatbeker, wat is dat dan? Wat zit er in die maatbeker? Je hebt het al meteen naar je plek gegooid. Kaartje zit er nog aan. Ja, ja, vind je hem mooi? Oh, kijk nou, Joekie heeft haar eigen foto erop. Oh, Steve. Dit is ons hond. Ja, Joekie heeft eigen eten. Dit is toch cool. Oké, ze moest toeten met K hebben. Ik heb het net in haar bak gegooid. En is het wat, Joekie? Wel, hè? En er is nog een pakketje gekomen van De Dolen. Dat gaan we ook even openmaken. Kijk, ik heb voor mijn nichtje en voor mezelf heb ik sokken besteld. Ik heb deze planeetsokken voor mezelf. Voor mijn nichtje heb ik deze kerstsokken. Die zijn ook wat dikker. Deze wintersokken heb ik ook voor mijn nichtje gehaald. Deze cupcakes voor mezelf. Cats and dogs. Ook voor mezelf. Zodiac signs. Ja, dat is mooi, hè, Joekie? En Joekie is nog steeds blij met het speeltje. Oké, Fleur heeft vandaag zwemmen. Tim is er ook niet. Heb ik even een middagje met Rosa. En dat is ook wel heel fijn. Want wat gaan we doen, Rosa? We zitten al helemaal te kijken. Want ik heb alles klaargezet voor verven. Gaan wij verven? Ja. Verven. Even iets herfstigs maken, hè, voordat alle bladeren van de bomen zijn. Dus ik had hier wat spulletjes. Ik denk, als ze deze kan verven, ga ik met haar handjes doen. Dan kan ze ook voelen hoe dit voelt. En dan met verf erop en zo, dan wordt het ook nog eens leuk. Ik heb dit neergelegd voor schabloontjes. Ik denk van, als ik met haar ga verven hierop en ik leg dit als ondergrondje, als schabloontjes erop en ik haal ze later weg, dan heb je een mooi effect. Met blaadjes. Zeg je dat wat, Roos? Is maar zijn schort aan gaan trekken. Zullen we maar een schort aan trekken? Oké, dat doen we even. Heel snel. En schort is aan. Dat ging snel. Ik heb al wat verf hier opgelegd. Een beetje herfstkleuren zoals rood, geel, bruin. Dan gaan we een beetje mixen. Dan gaan we er wat van maken. Heb je er zin in? Ja, we gaan het doen hoor. Zo. Doekjes klaarleggen. Voor de handjes zo. Zie. Tje. Ja. Dit op weg. Gaan we met jouw hand? Stempelen. Doe maar. Stempelen. Stempelen. Oh, mijn kleurtje. Wat? Dat is mooi. Ik vind het nou maar leuk. Zo, ja. Vind je het leuk? Ja, is dat? Ja, dat is het. Ik wil het gek, hè? Jullie aanmaken. We hebben net schone luien gedaan, hè? En ondertussen staat liedjestijd nog aan. Roos is helemaal in liedjestijd. Oh, ben jij dat? Wat ben jij? Vind je mooi? Dan doen ze nu geen liedjes zingen, natuurlijk. Oh, muziek! Hoor je dat? Maar goed, wij zijn dus een nieuw programma aan het kijken: liedjestijd. Roos is helemaal fan. Kijk. Ja, je bent helemaal fan, hè? Dus helemaal blij om aan het lachen. Mee geluid maken, mee zingen, zeg maar. Ja, ga Janneke zo even eten maken. Dat moet ook gebeuren. AVG'tje, aardappel, vlees en groenten. Ja. Maar geen
gaan we doen. Kusjes. De kusjes, Rosa. En het avondeten is ook bijna klaar. Dobbetjes, worteltjes, aardappeltjes, cordon bleu en chou. Het is weer zover. Ik heb Yuki uitgelaten. Ik heb de kat aan het eten gegeven. Tenminste, alleen Riku Staus, die was er nog niet. Riku heeft het vlees gehad. En ik ga de vlog afsluiten. Ik dank jullie wel weer voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks. En kijk je het in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei.